Alexander Pechtold uit zijn teleurstelling over Arje Lubach, die hij beschuldigt van achterbakse praktijken. De voormalige politicus voelt zich in de rug gestoken nadat Lubach hem tijdens een talkshow van Renze Klamer publiekelijk te kijk zette. Lubach verkondigde dat hij liever geen politici in zijn programma uitnodigt, omdat dit tot onwenselijke situaties zou leiden. Als voorbeeld haalde hij het opmerkelijke optreden van Pechtold aan in zondag met Lubach, waar de voormalige D66-leider de Macarena danste op verzoek van de presentator. Wat begon als een ogenschijnlijk grappige interactie, kreeg volgens Lubach een onverwachte wending toen Pechtold de Macarena inzette als zijn campagnemuziek bij verkiezingen. Dit zette kwaad bloed bij de VPRO-ster, die zijn frustratie later uitte in de talkshow van Rensse Klamer. Deze publieke uiting van ongenoegen voelt voor Pechtold als een mes in de rug, een verraderlijke actie die hij niet zag aankomen. Pechtold benadrukt dat zijn deelname aan Zondag met Lubbag een gunst was... Aangezien hij doorgaans veel verzoeken van soortgelijke programma's afwijst, Hij herinnert eraan dat hij zelfs aan de desk van het programma zat, waarbij hij een leuk gesprek met Lubach voerde. Desondanks uit de Lubach jaren later spijt over dit moment, wat Pechtold als onbegrijpelijk ervaart. De oud-politicus deelt zijn verbazing over de vele programma's die hem benaderen voor deelname, van de slimste mens tot de slechtste rijder en zelfs de mestzanger. Hij citeert zijn vader met de woorden: "Als ik voor Lul wil staan." Regel ik het zelf wel. De teleurstelling van Pechtold is voelbaar en hij lijkt nu een beetje klaar te zijn met de VPRO-ster die hij eens als een onschuldige entertainer beschouwde. Het blijft de vraag of deze publieke oneenigheid tussen Pechtold en Lubach verdere repercussies zal hebben op hun relatie in de media.